Terwijl de Sint zich opmaakt om vanuit Spanje weer af te reizen, blijven de gemoederen in ons land nog altijd oplopen over Zwarte Piet. Want is die figuur nu racistisch of juist weer niet? De discussie meer dan beu schreef de Nijmeegse cultuurwetenschapper Peter de Kort van Dal een boekje over de omstreden hulp van Sinterklaas. Getiteld Dag Zwarte Piet, elk vooroordeel heeft zijn nadeel. Donderdagochtend reikt hij een exemplaar uit aan burgemeester Bruls. Nou, ik vond dat het boekje een goede samenvatting geeft van een aantal historische ontwikkelingen die hebben geleid tot hoe we Zwarte Piet nu hebben. En inderdaad, dat komt niet direct voor uit de slavernij. Voor het overige respecteer ik iedereen die daar de discussie ook over wil aanzwengelen. Want racisme en discriminatie ben ik een van de eerste die ook graag stelling tegen neemt. Maar ik denk dat we de Sinterklaas-traditie daar niet zo in moeten zetten. Zo beleef ik het niet, zo beleven de meeste mensen het niet die het zo zien. En het boekje is wel handig om daar eens wat feitelijkheden bij te gebruiken. En ik hoop ook dat het toe leidt dat we wat uit de hele zwart-witte schema's, als ik het zo maar uitdruk, komen. Hè, waar voor- en tegenstanders van Zwarte Piet, zelfs dat voor de rechter tegenover elkaar staan. Even terug naar de feiten, om daarmee alle gerechtvaardigde emoties een betere plaats te geven. Is Zwarte Piet nou wel of niet racistisch? Het is niet racistisch. Het heeft niks met racisme te maken. En het heeft ook niks met slavernij te maken. Toen Zwarte Piet ontstond, dat was rond 1850, bestond er helemaal geen slavernij in Nederland. En Zwarte Piet heeft in die tijd en ook daarna nooit slaafs gedrag vertoond. Dus het heeft niks met slavernij te maken. Ja, toch is het iets wat met name in het westen van het land veel discussie, voor veel discussie zorgt. Vooral bij de media. Ja. Het is echt een media-hype. Ja, en zij zijn alleen geïnteresseerd in heel extreme standpunten en niet in de nuance. Dat is jammer. Verwijst Zwarte Piet naar de slavernij, naar mensen van Afrikaanse afkomst? Of komt zijn donkere uiterlijk toch echt door die schoorsteen? Ja, in zijn boekje wil de Kort van Dal tal van verkeerde ideeën en vooroordelen over Zwarte Piet bestrijden. Ik heb bijvoorbeeld Zwarte Piet zo zwart als Ruud, of dat racisme is. Dat is juist antiracistisch, omdat het is gebaseerd op een liedje waarin wordt gezegd dat drie blanke jongetjes die een donker jongetje plagen. En Sinterklaas die is erbij en die waarschuwt die jongetjes. Ze luisteren niet en daarom heeft Sinterklaas die in de inktpot gestopt. En hij zegt, eindigt dan met de woorden, je moet mensen die donker zijn niet plagen, enzovoorts, enzovoorts. Dus daar is dat liedje op gebaseerd, van al ben ik zwart als Roet, ik meen het wel goed. Dus het is een antiracistisch liedje. En bij de rechtszaak wordt het weer gebruikt als een racistisch liedje. Hoe gaat deze kwestie verder lopen, denkt u? Blijft Zwarte Piet bestaan? Of? Ja, die blijft bestaan. Maar de Pieten hoeven helemaal niet een andere kleur te krijgen, want dat heeft geen zin. Je kunt beter bijvoorbeeld de rol van Zwarte Piet nog gelijker maken. En dan maakt het niet uit hoe Zwarte Piet eruit ziet. Want als hij gelijkwaardig is met Zwarte Piet, je zet hem ook op een paard bijvoorbeeld, je interviewt hem wat meer, dan is er niks aan de hand. Dan is elk onderscheid is dan weg. Misschien nog iets meer emancipatie tussen Sint en Zwarte Piet en dan is het eigenlijk wel goed. Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Dan is het helemaal opgelost. Ik zie het, en zo gaan we het ook echt wel vieren over een paar weken, als een prachtig kinderfeest waar helemaal niemand de insteek kiest van wij zetten gekleurde mensen nu op een plek waar ze moeten horen. Met andere woorden, niemand ziet dat als een racistische of discriminerende actie. En dan zou ik ook de eerste zijn als dat gevoel zijn om mijn vinger op te steken en stellingen te nemen. Maar mij lijkt dat niet nodig. Het is gewoon een prachtig kinderfeest, gebaseerd op een eeuwenlange traditie waarin Zwarte Piet ook verschillende rollen en ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Net zo goed als Sinterklaas zelf. En dat vind ik denk ik wel belangrijk, wat ook in dit boekwerkje even wordt geconstateerd.